Omschrijf eens hoe jij woont in Zweden. Ik woon echt aan de rand van een bos. Een groot mooie velden, het is heel glooiend, er loopt water doorheen. En ik heb mijn kinderdromen waar kunnen maken. Ik heb een paard gekocht, die loopt daar samen met een bevriende pony. Het gras op te eten. En dat is echt als ik mijn slaapkamerraampjes morgens het gordijntje open doe. Dan zie ik ze. Ja, heel, heel rustig. Het enige wat ik hoor is de natuur. In de stilte. Gedij het best. In de stilte, ondanks mijn... Juist het contrast, denk ik. Ja. Wat je zegt, als jij toert, dan is het alleen maar hotel in, hotel uit. Ja. En dan het optreden, drukte, waarschijnlijk heel veel fans die natuurlijk ook nog te woord moeten staan. Maar hoe lekker is het dan als je weet dat dat tour af is en je kan naar huis? Ja, oase van rust. Daar is het rust, Je moet alleen over een oase van rust gesproken, Henk. Nee, maar ik dacht, het is misschien wel leuk om af te sluiten met onze oase van rust. Oase van rust. Ik ga Sound of Silence zingen. Oh, echt? Ja. Wauw. Maar niet van Simon & Garfunkel. Oh, wat leuk. Ja, dat is inderdaad een metalband die heeft hem gecoverd. Die hebben dat zo ontzettend mooi gedaan. Dat heeft het hele nummer weer helemaal tot leven gebracht. Want het origineel is natuurlijk prachtig. Ja. Ik ben er ook echt mee opgegroeid eigenlijk. Mijn pa met name luisterde graag naar. Maar toen Disturbed met die versie kwam... toen kwam die liefde weer opnieuw te boven. En jij gaat die uitdaging aan. Ja, waarom ik het doe, weet ik niet. Ik vind wel... Voor mij ben jij de Henk Poort. Nooit van gehoord. En nu ik je beter heb leren kennen... heb ik nog meer het gevoel dat jij alles kan. Kom op, zeg jij. Ik ga zingen voor je. Ja. Oh, Henk, wauw. Ik weet niet wat er met Henk is. Hij is niet zichzelf. Dit is niet de ome Henk die wij al een paar weken op de bank hebben. Maar hij is dus echt, hij zit er een beetje over in. Ik stap uit mijn comfortzone, want met distortion zingen, dat gebeurt niet in de opera, hoor. Als je dat doet, dan zeggen ze gelijk, next.
dat doet hij dan zittend. Ja. Ja. Ik moet even mijn kaart terug op de plek zetten. Ja, hij is... Wow. Ik heb ontzettend zitten genieten. En me enorm vereerd gevoeld dat de Henk Poort die moeite voor mij heeft genomen en hem zo prachtig, prachtig heeft verteld. Hij begon zo laag. De banken trilden gewoon. Het was bizar. Die man kan zo goed zingen. Na verloop van tijd het nummer vorderde, werd het steeds groter. Steeds groter. Je kan niet op je dak al lang bereikt. Het kan niet groot. Het kan niet. Hij zet vervolgens die scheur op. Het doet hij zitten. Ja. Even uit zijn comfortzone. Even tussendoor. Ja. Met links op het moment. Het bouwt op en het bouwt op en het bouwt op. En toen dacht ik, ik wil omhoog springen, maar ik zat zo. Dit lied stapelt, hè. Het begint zachtjes en het stapelt en het stapelt. Het is één groot crescendo eigenlijk, dat niet stopt. Aan het einde dan eventjes.